de Special Olympics Nationale Spelen en dan het gedeelte turnen. Of gymnastiek, net hoe je het noemen wil. Maar voor mensen dus met een verstandelijke beperking. En ook zij bedrijven natuurlijk prachtig sport. En de manier waarop is helemaal fantastisch. Wat vind jij zo leuk aan turnen? Dat je toch weer wat beter kunt en wat hoger niveau. En dat daarvoor traint en dat merkt dat het lukt. En zoals teamsport is leuk, maar goed, dan doe de ander je blessures aan. En met turnen doe je het zelf. En dat is mij gelukkig nog nooit overkomen, even afkloppen. En dan, Eigenlijk een beetje vanaf de oprichting van de Special Olympics. Dat was destijds in Groningen met de Europese kampioenschappen. Maar bij elkaar zit ik zelf zo'n 68 jaar in de turnsport. Heel goed in die voorverschil nou vandaag, hè? En mannen komen weer gelijk. Sommigen die kunnen echt badmintonnen en anderen die slaan gewoon een beetje omhoog. Dubbel. Oké. Dat is Marcel. Hi. Heb jij al vaak met de Special Olympics meegedaan? Dit is bij de 13e keer. Zo vaak heb jij al meegedaan? Ja. Ja, de 13e keer. Nou, ik wens jou nog heel veel plezier vandaag. Dat komt wel goed, hè? Echt al. Iedereen is blij, dat is het mooie. Je moet iets in je hart willen opsluiten om bij de Special Olympics achter de jurytafel te zitten. En dat heb ik gedaan. Het is na vele jaren dit de overgebleven functie voor mij. Maar wel mooi, omdat ik een groot hart heb om een klein plaatsje in te ruimen voor deze mensen.